Tadaa! Vlees voor het feestje. Met onder andere schnitzel van het varken, rosbief van het rund. Nou, twee totaal verschillende vleessoorten. Maar dat is natuurlijk ook logisch, want een varken is geen rund. Varkens en runderen, verschillende dieren, ook qua omvang natuurlijk. En daarom bestaan er verschillende slachthuizen voor. In het slachthuis worden de dieren natuurlijk eerst doodgemaakt. Dat doden gebeurt pas nadat het dier is verdoofd. Bedwelmen noemen ze dat. Bij varkens gebeurt dat door een stroomstoot. Bij runderen door het schieten van een metalen pen in de hersenen. Het klinkt misschien heftig, maar het is natuurlijk wel de consequentie van vlees willen eten. In het slachthuis wordt van vee vlees gemaakt. En in alle gevallen begint dat hele proces met een keuring. Hier zijn de keurmeesters aan het werk. Ze keuren niet alleen de karkassen, zoals dit dan wordt genoemd, maar ook de organen zoals hart, longen, lever en vooral de nieren. Omdat die nieren de filters zijn van het bloed. Daardoor kun je juist hier heel snel aan zien of een beest ziek is geweest. En in dat geval wordt zo'n varken afgekeurd. De uitslag van de keuring, goed of slecht, wordt met een simpele druk op de knop in de computer gebracht. Die computer weet precies om welke varkens het gaat. De dieren dragen immers nog steeds hun oormerk. Dat oormerk en de keuringsresultaten blijven ook hier altijd bij elkaar. Net zoals de ingewanden trouwens gelijk opgaan met het karkas. Voor het geval er sprake is van afwijkingen. Want dan kan het complete varken alsnog uit het hele slachtproces verwijderd worden. Als alles oké is, dan kunnen die karkassen door voor verdere verwerking. Maar dat geldt ook voor de ingewanden. Want vooral van een varken wordt bijna helemaal niks weggegooid. Hier bijvoorbeeld de alvleesklier. Daar kunnen ze weer insuline van maken voor suikerziektepatiënten. Of dit hier. Dat is het buikvlies. Ook wel het varkensnet genoemd. Dat gebruiken ze vooral in Frankrijk om vleeswaren in te verpakken. Over inpakken gesproken. Veel worstsoorten die wij hier in Nederland bij de slager kopen, die worden ook verpakt in een onderdeel van het varken. Namelijk de darmen. Wel natuurlijk dat ze eerst grondig zijn schoongemaakt. Het duurt gemiddeld een dag voordat een dier is omgezet in vlees. Dat heeft te maken met het feit dat het karkas eerst door en door gekoeld moet worden voor het wordt versneden. Maar het heeft ook te maken met de vele keuringen en testen die aan het opdelen van het karkas voorafgaan. Nog een test. Hier wordt de verhouding bepaald tussen het vet en het vleesgehalte van het varken. De boer die krijgt namelijk betaald naar het gewicht van het beest. Maar dan moet het gewicht wel voor zo'n groot mogelijk deel uit vlees bestaan. Want vet, dat levert in de handel bijna niks op. Nou, als dat allemaal achter de rug is, dan krijgt het karkas een vette stempel. Ook bij runderen wordt de kwaliteit gecontroleerd. Dat doet de keurmeester vooral op het oog. Dat kan vanwege de bouw van een rund. Een hoekig dier is per definitie minder vlezig dan een vol rond dier. Bovendien zijn het vet en het vlees bij een rund gemakkelijker van elkaar te onderscheiden. Ook hier gaat het om een zo hoog mogelijk vleespercentage, want ook een rundveehouder wordt betaald naar het gewicht en de kwaliteit. In het slachthuis worden de karkassen of delen van karkassen allemaal gesorteerd op vorm en op kwaliteit. Het slachthuis streeft namelijk voor zijn afnemers naar een zekere uniformiteit, zodat bijvoorbeeld een supermarktketen die een biefstukje verkoopt in Maastricht aan de klant in Den Helder exact dezelfde kwaliteit kan bieden. Nou, dat kun je bijvoorbeeld aan deze karkassen heel goed zien. Die zijn bijna allemaal hetzelfde. Van vee vlees maken. Dat betekent dat die karkassen in kleine stukken moeten worden onderverdeeld en dat die stukken van het bot af moeten worden gehaald. Nou, dat noemen ze uitbenen. En het uitbenen, dat doen ze hier. Die mensen hier, die werken de hele dag met vlijmscherpe messen. Daarom dragen ze een handschoen en een schort van metaal, een soort maliënkolder zou je kunnen zeggen. Afgekeken van de middeleeuwse ridders misschien.
Nou, het resultaat van het uitbenen, dat is dit soort grote hompen vlees. Dit is bijvoorbeeld een bil. Dit gaat in zijn geheel naar de slager. Die snijdt daar dan voor zijn klanten plakjes van. Bijvoorbeeld biefstukjes. Nou, is er ook vlees dat geëxporteerd wordt naar landen die een heel andere traditie hebben op het gebied van vlees bereiden. Nou, die snijden dat vlees liever op hun eigen manier aan stukken. En die kopen vaak dan dit soort enorme delen in. Dit is wel een kwart rund. Maar of het nou om een rund of een varken gaat, in het slachthuis verandert het dier in de lapjes vlees die we allemaal kennen van de slager. Daarvoor wordt het halve karkas nog een keer in tweeën gezaagd en die delen noemen ze kwartieren. Uit die kwartieren, zeg maar grote stukken vlees van bil, buik, rug, noem maar op, kunnen ze de schnitzels, biefstukjes en andere vleessoorten halen. Het karkas is dan veranderd in allemaal losse onderdelen. Als je nou bijvoorbeeld weer naar een varken gaat kijken, dan hou je ook uiteindelijk allemaal losse onderdelen over. Bijvoorbeeld zo'n carbonaatje, maar ik kan niet meer zien waar het nou in dat beest gezeten heeft. Hein Dollekamp wel, want die weet alles van slachten. Waar heeft nou dit lekkere carbonaatje gezeten? Nou, je hebt hier een ribcarbonade te pakken. Een ribcarbonade is dus een onderdeel van de rug. Ja. Je hebt hier dus het halve varken liggen. Kop, kont, ja, ja. Oké. Okay. In het halve varken hebben we een rug zitten. En de rug, dat is dan deze. En hieruit, uit dit deel dus, is een onderdeel dus de carbonadestrook. En in de carbonadestrook hak je verschillende carbonaatjes. En het bepaalde deel waar de ribjes in zitten, dat is dus de ribcarbonade. Hier heeft mijn ribcarbonaatje gezeten? Daar heeft jouw ribcarbonade gezeten. Als je nou kijkt naar het varkenshaasje, dat malse stukje varkenshaas, waar komt dat vandaan? Nou, dat malse stukje varkenshaas zit ook in de carbonadestrook en die zit op deze plek. Je ziet dus hier het zitten. Oh, maar dan in de lengte richting uitgesneden? Ja. Het speklapje, waar komt dat vandaan? Het speklapje is een onderdeel van het buik van een varken. Hier zit dus het buik van het varken. Als je die uitsnijdt, dan krijg je dus zo'n doorsnede met vlees. En dat wordt gewoon dwars uitgesneden aan plakjes en als speklap. Dit zijn schnitzeltjes, die dunne lapjes. Waar komen die vandaan? Een schnitzel is een onderdeel van de ham. Nadat de ham dus ontbeend, ontvet is en afgevliest, hou je dus mooie delen over. En die delen snij je aan dunne plakjes en dan heb je dus de schnitzel. En zo komen dus al die verschillende soorten vlees ook uit verschillende delen van het beest. Van een varken is dit de bil, ook wel ham genaamd. Hier worden onder andere de plakjes ham uitgesneden die wij op ons bord krijgen. Dus in feite is ham een reepje bil, zou je kunnen zeggen. Dan zijn er ook slagers die hammen liever in hun geheel ontvangen, zodat ze daar zelf mee kunnen bekijken wat ze ermee doen. In dat geval worden die hammen hier alleen nog maar even netjes afgewerkt. Wat zoveel betekent als dat ze het spek ervan afhalen, het vet. Nou wordt dat vet niet weggegooid, want in zeepfabrieken kunnen ze daar nog zeep van maken. En in vleeswarenfabrieken kunnen ze daar samen met alle andere vleesresten die hier uit het slachthuis overblijven, ook nog vleeswaren van maken. Nou mag je erin. Hier worden vleeswaren gemaakt. Van kleine stukjes vlees afkomstig uit de slachthuizen, maar ook van grote stukken vlees die nodig zijn als ingrediënt. Nou, om te beginnen wordt dat vlees opgeslagen in deze enorme en ook heel erg koude vriescel. En van al deze stukken vlees wordt dus uiteindelijk onder andere worst gemaakt. En dan ga ik eruit, dat is koud. Worst wordt gemaakt van allerlei soorten gemalen vlees. Nou, dat gebeurt in deze machine. En deze machine die voegt er ook nog volgens recept met behulp van de computer een afgewogen hoeveelheid kruiden aan toe. Verschillende soorten worst. Rookworst, servelaatworst, droge worst, barbecueworst. En het gehaktmengsel voor die worst, dat noemen ze hier deeg, dat wordt helemaal automatisch in de verpakking geperst.
En die verpakking die bestaat dus, jawel, uit varkensdarm. Soms ook kunstdarm. Nou, en als het hier eenmaal in zit, dan is het dus worst geworden. Sommige van die worsten die worden vervolgens een paar weken lang gedroogd om te rijpen en om op smaak te komen. Hé, hey. Hoor je dat? Gek. Er zijn ook worsten die worden gekookt en weer andere die worden gerookt in deze speciale rookkamer. Hier wordt rook ingeblazen afkomstig van smeulende beukenhoutsnippers. Zullen we eruit gaan? En dat roken, dat is een truc uit de tijd dat er nog geen ijskasten bestonden. Om ervoor te zorgen dat dat vlees langer bewaard kan blijven. Ja, goed, die rook die zorgt er ook voor dat die worst die typische lekkere rookworst smaak krijgt. Dus dat is nou eigenlijk echt van de nood een deugd maken. Er worden hier duizenden worsten per dag gemaakt. En dat jaar in jaar uit. En net zoals in de rest van de vleessector willen ze ook hier een constante kwaliteit. Daarom komt er iedere week een team van mensen samen om de smaak en de geur te testen. En als het goed is, smaakt het iedere keer precies hetzelfde. Het slotoordeel is dus 1, 2, 3. Bijna unaniem. Heren, maar wat vindt u nou eigenlijk van die worst? De worst was unaniem. Maar ook mijn eigen slager wil een constante kwaliteit hebben. Hij heeft niet voor niets zijn eigen runderen waar hij alles van weet. Deze slager is een ambachtelijke slager. Wat de vleesverwerkende bedrijven in het groot doen, doet deze slager in het klein. Uitbenen, het versnijden van het rund tot kleine lapjes vlees en van de restjes gehakt maken. Wat ambachtelijke slagers ook zelf maken is worst. Freek, hoe maak je een worst? Nou, je hebt een bus, daar zit gehaktdeeg in. Neem een darm. We nemen een darm. Die schuif je eroverheen. Die schuif je eroverheen. En dan draai je hem zo. Kan ik dit ook? Ja. Ja? Mag ik het eens proberen? Dat is heel makkelijk. Oké. Dus je draait. En dan... Oh, wacht even. Nee, jongens, dat gaat niet goed. Dit is helemaal niks. Oh, wacht even. Tonders, moet je dit nou zien? Nou, worst maken, dat is dus ook niet echt voor mij weggelegd. En ik kan ook wel geen vlees braden en... Vlees braden. Feest. Mijn feest. Morgen al. Ik weet nog niet wat ik met het vlees aan moet. Zou jij hem even dicht willen nemen? Ja, alsjeblieft, dankjewel. Dag, Freek. Feest.